De Volkswagen ID.Buzz Cargo. En zeg nou zelf, ziet hij er niet echt super cool uit? Mijn naam is Michel, ik ben van de bedrijfswagenadviseurs. Ik ga samen met mijn collega Koen en Siegfried wat over deze auto vertellen. We hebben het over het design, maar voornamelijk over het laden en over de laadruimte. En als je het over het design hebt, dan gaat het natuurlijk maar over één ding. Is dat hij superveel lijkt op die retro oude Volkswagen T1 spelbus. Weliswaar met een hele dikke voorbumper, met honingraad profiel wat erin zit, wat hem gelijk een hele stoere touch geeft. Nog wel de iconische Volkswagen logo, ik wou zeggen in de grill, hè, maar omdat die elektrisch is, hebben we feitelijk het niet meer over een grill. De mooie heldere koplampen, het enige wat ze nog hadden kunnen doen is natuurlijk die hele gave Safari pop-out windows. He, zodat je de maximale ventilatie naar binnen toe krijgt. Maar met een elektrische bestelwagen draait het om iets heel anders. En dat is natuurlijk dat de auto van binnen lekker stil is. Dus Volkswagen heeft ervoor gekozen om de optie aan te bieden voor extra isolerend glas in de voorruit. He, zodat je een hele stille auto in het interieur hebt. Want als je met een elektrische bedrijfswagen rijdt, is dat een van de hele grote voordelen. Je hoort natuurlijk geen brandstofmotor meer lopen, je hoort geen uitlaat. Hij is gewoon super stil van binnen en dat maakt het tot heel comfortabel rijden. Iets anders als het gaat over rijden, wat het natuurlijk comfortabel maakt, is dat je goed weet hoe lang de range is om met het accupakket te rijden en hoe daarmee om te gaan. En daar kan mijn collega Koen je alles van vertellen. Ja, ik ben Koen van de bedrijfswagenadviseurs. Ik ga je wat vertellen over de actieradius van de bus en het laden. Als de bus volgeladen is, het is een 77 kWh accu, kan je gemiddeld in zomerse omstandigheden 400 km rijden. Je laadt met 11 kWh over het algemeen. Dat zijn de laadpalen die je langs de weg ziet, die je bij kantoren ziet, of als je thuis een laadpaal laat aanleggen, die je thuis hebt, 11 kWh. Daarmee laad je de bus ongeveer in 7 uur vol. Als je gaat laden is de bus nooit helemaal leeg, dus hou even 5, 6 uur aan dat hij vol is. Dan kan je weer 400 kilometer rijden. Die 400 kilometer verschilt. We hebben klanten die verbruiken 17 kWh op 100 kilometer. Dan kom je ruim boven de 450 uit. Gemiddeld gezien hebben wij 22 kWh gereden op 4000 kilometer. Dan kom je net iets onder de 400 uit. Wat ook kan met de bus, want soms moet je echt verder dan die 400 kilometer op een dag, is snel laden. Dan laat hij met 170 kWh. Dat is bij een station langs de snelweg of bij de McDonald's. En daar zit zelf een slang aan. Dus net als bij tanken, die pak je en die doe je in de auto. Dan gaat hij laden. Dan laat hij in het begin heel snel en aan het einde wat minder snel. Dus vaak gebruik je dat om hem even 100 of 200 kilometer bij te laden. En dat kan dan binnen het half uur. Wat nog belangrijk is, laatste punt, is een laadpas. We hebben zelf deze tankpas, maar die heb je nodig om de laadsessie af te kunnen rekenen. Als je kiest voor een leasebus, dan is het vaak gekoppeld aan je leasecontract, de afrekening. En anders krijg je hem los per maand berekend. Mijn collega Siegfried die gaat wat vertellen nog over de laadruimte van de bus. Mijn naam is Siegfried van de bedrijfswagenadviseurs. Zoals Koen al zei, ga ik jullie wat vertellen over de laadruimte van de ID.Buzz. Nou, om te beginnen, we hebben hem besteld met een elektrische achterklep. Die kun je ook met dichte achterdeuren bestellen, maar daarover denken we graag met je mee. De laadruimte van de ID.Buzz, die is een stukje kleiner dan de transporter en een stukje groter dan de caddy. Dus is eigenlijk een beetje een tussenmaat. Maar we hebben ook naast expertise op bedrijfswagens, hebben we ook heel veel verstand van bedrijfswageninrichting. Door die laadruimte goed in te delen met bijvoorbeeld een dubbele bodem of een sortiment bedrijfswageninrichting, kunnen we ervoor zorgen dat je misschien wel al je materialen mee kan nemen. Nou, mocht dat nou niet zo zijn, dan kunnen we hem ook nog bestellen met een trekhaak. Kijk, daar komt hij. En als je dan niet alles in de laadruimte krijgt, dan kun je het alsnog op een aanhanger meenemen achter de bus. Ik ga hem weer dicht doen en met al je vragen omtrent de ID.Buzz of over elektrisch rijden of over een bedrijfswagen of bedrijfswageninrichting. We denken graag met je mee en het beste advies wat we je kunnen geven is neem contact op met de bedrijfswagenadviseurs.